Echt, groot pizza fan. Ja, als mensen hard ademen of zo, dat soort kleine dingen vind ik altijd heel irritant. Is toch wel een soort van echt het atletiek gezicht of zo. Ja, daar zou ik zo alles aan kunnen vertellen. Want ik ben er zelf al een keer door gebeten, die last niet. Iemand die vol voor gaat, goed voor ogen heeft wat hij wil en waar hij naartoe werkt en daar alles voor doet. En daarmee een voorbeeld is voor de jeugd. Ja, in principe kan dat in alles, ook in tuinieren of in een schuurtje bouwen of iets. Ja, in alles wel. Mij mag je midden in de nacht wakker maken voor pizza. Echt, groot pizza fan. Eentje zonder ananas. Ja, liever niet eigenlijk. Voor Oreos met wit chocolade ermee. Stiekem hou ik dat wel eens. Om naar de sterren te kijken. Ja, al mijn hele leven vind ik dat echt heel leuk. En gewoon alle sterrenbeelden en het bekijken en vallende sterren zien en zo. Daar mag je met mij voor wakker maken. Dit is wel lastig. Ja, god. Ik erger me niet zo heel snel. Als we een wedstrijd hebben en ik de hele tijd de enige ben die vooraf moet rijden, terwijl er nog drie andere handbikers achter mij rijden. Ja, als mensen hard ademen of zo, dat soort kleine dingen vind ik altijd heel irritant. Mijn grootste ergernis is iemand die niet zijn droom achterna jaagt, terwijl ze het heel makkelijk zouden kunnen halen. Je doet het met een reden, je staat elke ochtend op met een reden. Alles half-half doet, terwijl je het heel makkelijk kan halen en je het alle talent hebt, kan ik me daar best aan ergeren, ja. Voor lastlopende honden als ik fiets. Want ik ben er zelf al een keer door gebeten, die last liep. Ook nog eens door een politiehond. Dus ik ben daar nu wel bang voor als ik aan het fietsen ben. Ik ben stiekem bang voor spinnen. Voor spinnen, denk ik. Of insecten. Ik laat het niet altijd zien en ik pak ze ook wel gewoon. Maar het zijn gewoon niet mijn dingen, man. Het zijn echt niet mijn dingen. Eén ding is dan eigenlijk wel heel erg dieptes of zo. Dat soort dingen. Maar daar ben ik niet stiekem bang voor. Maar dat is gewoon ja, wat ik wel eng vind. Dan echt mijn moeder. Mijn ouders. Ik denk dat het een meest logische antwoord mijn ouders is. Ja, als ik niet de steun van mijn ouders had gehad, dan was het allemaal niet gelukt, omdat het veel reizen is. Ja, omdat zij natuurlijk altijd wel voor me klaarstaat. Omdat die gewoon, soort van zonder hun had ik hier ook niet gestaan en had ik dit allemaal niet bereikt. Dus aan hun heb ik wel altijd heel veel gehad. Maar ik ga nu toch voor iemand anders deze keer. En dat is in dit geval mijn broertje. Hij heeft me altijd soms wel lachtig gemaakt, maar altijd wanneer ik iets serieus aan hem vroeg en hij wist dat het serieus was, is hij er altijd voor mij geweest. Nou, ik denk zeg maar sinds jullie zijn komen filmen, dat ik het wel vaker gezegd heb, maar ik denk dat ik het nog nooit echt zo tegen hun gezegd heb. Misschien moet ik dat vaker doen. Ja, Steven, teamgenootje, die verkocht van de week een blikje Fanta voor me. Zomaar uit het niets na de training. Dus Steven, bedankt. Oh, misschien Brad Pitt of zo. Luciano de Checo. Usain Bolt. Die is heel lastig, want het antwoord was altijd Kobe, maar die is er niet meer. Is toch wel een soort van echt het atletiek gezicht of zo. Dat is op dit moment een van de, ja, nou, niet een van de, maar de beste spelverdelen wel van de wereld. En ik denk nu dat het Luka Doncic is. En dat is gewoon omdat het een voorbeeld is voor mij. En ik heb hem vanaf toen hij 16 was en voor Real Madrid voor het eerst inkwam, heb ik hem al zien spelen. Die zou ik toch wel eens graag misschien een keer een kopje koffie mee willen drinken om het eens even over het vak te hebben en wellicht nog wat tips te krijgen. Mijn moeder. Mijn moeder weet echt alles. Mijn moeder, daar vertel ik alles aan. Ik denk omdat ze altijd eerlijk tegen me is. Nee, niet in mijn teamgenoot. Ik heb wel een hele goede jeugdvriend waar ik ook heel lang mee heb gevolleybald. Ja, daar zou ik zo alles aan kunnen vertellen. Aan mijn vriendinnen en mijn vriend. Ja, en vriendin van mij, die roeit ook. Ik weet wel dat ik daar alles bij kwijt kan en dat ze er niet raar op reageren. Ja, ik denk het wel. Soms krop ik zeg maar wel dingen op en dan merk je toch wel dat het de hele tijd in je hoofd speelt. Soms kan je het dan beter gewoon even tegen iemand zeggen en dan is het ook klaar daarna.